Zullen we welkom op deze gloednieuwe aflevering van vandaag. Van vandaag weer een lekker Minecraft, Fullcraft 3, modpack spelen. Ik ben vandaag weer niet alleen, ik ben vandaag samen. Of in ieder geval, ik ben vandaag wel weer alleen. En we gaan vandaag weer lekker de modpack doen. Yes, why not? Deze kun ik ook lekker. Ho. Nou, dan hebben we weer lekker veel iron bij. En lekker veel beacons bij. We hebben zoveel beacons, jongens. Niet gezond. Ik ben nu echt heel hard aan het kijken naar mijn tweede scherm. Gewoon puur omdat... ik ga jullie heel eerlijk zijn, jongens. Ik heb deze aflevering ondertussen al 3 keer proberen op te nemen. 3 keer achter elkaar is mijn aflevering gecrashed. Ik ga afkloppen dat deze keer niet gebeurt. Ik ben echt een hele hoop al aan het proberen en aan het doen. En heel de clusterfuck. Alles aan het proberen voor toch proberen deze aflevering op te nemen en online te gooien dan uiteindelijk. Momenteel zit het alleen echt totaal tegen. Dus, ik ga jullie ook zeggen wat ik de afgelopen tijd eigenlijk al allemaal gedaan heb. Ik kan jullie sowieso al zeggen, ik heb al heel veel opnames proberen te doen van Minecraft. Ik kan jullie er ook een mededeling ondertussen zijn, alle transcripts en heel de boel gedaan. En kan jullie er ook een meedelen dat ik echt al heel veel afleveringen ondertussen ook al verwijderd heb, prullenbakken gezwierd heb en echt gewoon totaal niet kon gebruiken. Zowel Sony Vegas wilde niet meewerken als OBS wilde dan niet totaal niet meewerken. Dus deze raad ik het jullie alvast weten. Ik heb ondertussen heel wat dingetjes gedaan. Ik heb ondertussen nieuwe energie ontwikkeld. Of een tweede systeem ontwikkeld. We hebben een derde waterwiel bijgezet. We hebben alle kabels van low voltage naar M voltage gedaan. Of naar medium voltage gedaan. Dat hebben we gedaan. Zoals je kunt zien, ik kreeg ook veel meer damage. Auw. Maar echt, really, auw. Ik ga even deze erin gooien. Zo. Ondertussen heb ik ook de Workbench Plus gemaakt. Die onder andere kan zorgen voor een quarry en een enchant. Een enchant mover. En ik heb ondertussen ook deze hele mooie... hier zitten er zombies boven. Ik heb ondertussen ook twee mooie hangen gemaakt. Plus een marker plus. 3-4 marker plus heb ik gemaakt. Dus dat is eigenlijk een beetje voor alles voor de quarry te gaan voorbereiden. Want ik ben van plan voor een quarry te gaan opzetten. Heel binnenkort eigenlijk al. Wat ik ook ondertussen gedaan heb, is deze machine heel mooi verzet. Ik weet niet waarom dat die nu momenteel vastloopt. Maar die loopt dus vast. Geen idee waarom, maar dat dus. Kut. Zo. En nu moet ik nog een hammer hebben. De engineer hammer, waardoor ik de machine weer in kan inschakelen. Zo. Pak gewoon even de lever erbij. Pak deze er even zo bij. En dan pakken we deze.
Kan deze alsjeblieft energy krijgen of wat is het probleem? Blijkbaar heb ik ergens een probleem met de energy, dus ik ga kijken of ik dit kan fixen door. Ik heb die dingetjes al gemaakt. Ik ben er 100% zeker van dat ik die dingetjes al gemaakt had. Wat dat eigenlijk het project voor vandaag is. Zoals jullie kunnen zien heb ik al 2 kubussen bijgemaakt. Of was ik bezig met een tweede bij te maken. Ik weet alleen niet. Ik denk niet dat ik het ga kunnen redden voor hier naar boven dan te doen nu. Ik denk dat die gaat zeggen, nope, of toch misschien nog. Output. Hallo, ik wil dat je werkt. Wat is het probleem? Nou, blijkbaar is dat dus een probleem. Geen idee wat het probleem is, überhaupt. We zien wel. Momenteel gaat het nog goed. Goed, in ieder geval. Dus blijkbaar is dat het echt het grote probleem. We gaan lekker. Onze kubus verder maken of onze waterwiels gaan we lekker verder maken. Dus op zich kan het geen kwaad. Maken we hier nog 2 dingetjes. En dan heb ik denk ik alles. Voor ik heb de wiring al gemaakt. Dat is de medium voltage wiring dat ik moet hebben. De medium voltage wire relays heb ik al gemaakt. En dan moet ik nog de medium voltage wire connectors hebben. En moet ik een bucket met de water hebben. Dan nog. Aha. Dit is ons eerste dingetje. Ik ga hier ook eigenlijk gelijk doorbouwen naar ons tweede dingetje. Dus ik laat er 2 tussen. En dan doen we eigenlijk hetzelfde. Dus doen we eigenlijk dit. Hier eentje naar beneden. Nog 1 naar beneden. Nog 1 naar beneden. Kom eigenlijk dit zo. Moeten we hier 1, 2, 3. 4. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar achter bouwen of graven. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan moet deze hier komen. Deze moet weg. En verplaats ik door een deurtje nog.
maar even de grond weer naar de deur doen. Zodat het netjes, nog netjes eruit ziet. Zo. Doen we hier weer deze. En eentje groter dan. Dat dan hier weer eigenlijk dit doet. Ik kan het ondertussen al heel snel bouwen, jongens. Gewoon puur omdat ik het al 2, 3, 4 keer gebouwd heb. Dus ik weet ondertussen hoe dat ik het moet bouwen en zo. Ik heb ook nog geen muziek opgezet. Heb ik. Hoor ik net. Kom gewoon puur omdat ik echt. Ik ben. Momenteel mijn groot scherm aan het kijken, mijn tweede scherm aan het kijken en mijn derde scherm aan het kijken. Continu aan het wisselen, gewoon puur. Omdat ik, ja, echt. Ik ga het zelf niet eens zeggen. Jullie weten het. Jullie weten echt wel wat dat ik niet wil, zeg maar, wat er gebeurt. Dus, dat is echt de reden waarom dat ik continu eigenlijk aan het wisselen ben van het scherm ook. Deze twee weghalen. Omwille van dat hier het water komt uiteindelijk. Eentje naar omhoog nog. Zo. Oké. Dit is dus in orde. Dan zetten wij op de hoogte van de derde dingetje. Dus eigenlijk zetten wij dan. Hier komt er nog water namelijk op. Deze moeten we eigenlijk onze dingen zetten. Zo ook weer lekker omgekeerd gaan plaatsen. Zo. Heb ik zelf nog eens de waterwheels gemaakt? Heb ik enkel de segments gemaakt? Zo goed voorbereid was ik. Ik was goed voorbereid, tot wanneer dat echt... Ja. Dat dus. Ik moet ook zo nog een paal hebben, een wooden post moet ik hebben. Waar ik dan de kabels op kan rusten, zeg maar. Goed is, kan ik er 8 maken, inderdaad. En dan moet ik hier nog een wooden post hebben. Die ik dus niet tot mijn beschikking heb. En dat is wel een beetje minder voor... met 3 kom ik er normaal toe. Goed, jongens. Ik ga de rest even zelf bouwen. Jullie, denk ik wel. Jullie hebben het in een van de eerste afleveringen gezien hoe dat werkte. Hoe dat ik het bouwde. Dus ik ga het even heel snel bouwen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, we zijn ondertussen terug. Ik heb het ondertussen heel snel opgebouwd. En het enige wat ik er nu nog moet doen, is het water er eigenlijk in droppen, in gooien. Dus jullie zien het, dat ik het volledig opgebouwd heb, dus ik moet eigenlijk enkel nog het water doen. Dus het water gaan we echt letterlijk nu gaan doen. Zo.
Zo. Kunnen we lekker dit gaan doen. En dan gaan we gewoon lekker starten. Dus. Let's go. Er is al sowieso één. Die goed gaat. En deze gaat ook goed. We hebben weer een nieuwe energie source bij, of een nieuwe energie dingetje bij. Ik weet niet hoeveel dat we nu ongeveer binnenkrijgen per keer. Ik kan het niet direct zien. Het is, we krijgen nog niet genoeg binnen voor volledig de dingen eigenlijk te gaan ontwikkelen. Maar we krijgen nu momenteel 178 per tick binnen. Units per tick binnen. Dus op zich gaat het al echt heel snel. Het zou kunnen gebeuren echt dat we nog eentje moeten bijplaatsen zometeen. Of tegen de volgende aflevering. Misschien dat ik het offscreen ga doen. Hier gewoon nog twee of drie bijplaatsen. Want op zich, ja, het kan echt wel. Het staat niet echt verkeerd, moet ik heel eerlijk toegeven. Dus het kan op zich echt wel. Ik laat er elke keer... Bijvoorbeeld hier zitten nu twee tussen. Hier zitten er twee. Dus als ik hier ook nog een keer twee naast elkaar bouw. Dan weer twee tussen laat. Dan weer twee naast elkaar bouwen. Dus... het kan op zich echt wel. Dus misschien om dat gewoon volgende keer nogmaals gaan uitbreiden. Of dat ik het gewoon offscreen ga uitbreiden. Dus ik zou zeggen, geniet. Hopelijk hebben we van genoten van de aflevering sowieso. We hebben lekker nog de chance cubes gaan openen. Die jullie nog genoeg krijgen van mij. Te goed krijgen van mij. Dus ik zie jullie zo meteen terug als ik op de plek ben. En dan tot zo meteen. Zo, we zijn ondertussen op de plek aangekomen. We gaan beginnen lekker met de giant chance cube. Die ook gelijk met dood wil. Dat te zien. Is het klaar? Geen idee of het klaar is. Denk het wel. Op naar het volgende. Do you want build a snowman? Snowman. Vrolijk kerstfeest. Wow. Dat is eigenlijk nog niet verkeerd, dit. Ook heel leuk mag zijn. Drie boekjes gekregen. Efficiency 2. Unbreaking 3 en Fortune 2. En dan nog Fortune 2 en Insight 2. Ziet er echt niet verkeerd uit, jongens. Goed, in ieder geval, jongens, ik ga lekker hier bij de aflevering afsluiten. Hoop ik even het wel aflevering. Hoop ik het graag vond. Bij een nieuwe aflevering. Het tekent lijkt me neer. Natuurlijk, ze niet eraan super nice zijn. En dan zie ik hem graag vond. Bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu. Doei, altijd. Bye. Bye.